België is een koninkrijk met een koning en een koningin. Die hebben eigenlijk helemaal geen macht. De macht ligt volledig bij de regering. België heeft verschillende soorten regeringen. Vlaams, Waals, federaal, gemeenschappen, gewesten. Hoe komt dat eigenlijk dat België zo complex is? Daarvoor moeten we teruggaan naar de geschiedenis van België. Deze geschiedenis is begonnen met vele oorlogen. Natuurlijk, voor België was een vruchtbaar land en de puurlanden, die zagen er allemaal wel zitten. Het begon allemaal bij Spanje. België. Dus Spanje op veroveringspad richting België en ze veroveren België. Maar de omringende landen wilden niet zomaar niet laten gebeuren dat Spanje het hart van Europa zou veroveren. Dus Oostenrijk trok naar binnen en Oostenrijk veroverde België. Maar dat bleef het niet bij. Dan begonnen de andere, de echte omringende buurlanden, zoals Nederland, België, binnen te vallen. Nederland verovert België. Daarna krijgen we natuurlijk Frankrijk, want Frankrijk kan dat ook niet laten gebeuren dat Nederland zomaar zijn dichtste buurland inneemt. Dus België wordt Frans. Maar Nederland op zijn beurt wil de krachttoer met Frankrijk blijven aangaan en verovert België opnieuw. Natuurlijk een heel moeilijke situatie en de Belgen zijn al deze oorlogen moe en willen onafhankelijkheid. En hup, dat is dat. Onafhankelijke stad België. Gaat de Nederlandse bevolking, de Vlamingen en de Waalse bevolking in Wallonië? En daar was ruzie natuurlijk onder met helemaal veel verschillende taalspraken. Ja, België blijft niet gespaard van oorlogen, ondanks zijn onafhankelijkheid. De Eerste Wereldoorlog doet zijn intrede. Duitsland wil België. Maar zoals dat gaat in de oorlog, België met de hulp van wat andere landen, kaboom, kabaf, verslaat Duitsland en wordt groot. En als overwinnaar krijgen ze een stukje erbij, de Duitse gemeenschap. En daar was ruzie natuurlijk onder met helemaal veel verschillende taalspraken. En dan komt de Tweede Wereldoorlog onder leiding van Dolfken. Wereldoorlog 2, 1940-1945. De Duitsers gaan opnieuw ten oorlog. En weer is België een doelwit. Hup, Duitsland naar België. Maar de buurlanden laten dit weer niet toe. En samen met behulp van de buurlanden kan België weer onafhankelijk zijn. Maar nog zijn de problemen voor België niet gedaan. Drie talen in zo'n klein landje, dat geeft natuurlijk nog altijd blijvende conflicten. Vooral de Vlamingen in feite, die wat meer eigen bestuur in het Vlaams wouden en willen opkomen voor eigen schoon in het Vlaams. En dan vraagt men zich af wie gaat welke macht krijgen. Daar komen een beetje discussies rond. En dat resulteert in de Belgische staatsstructuur zoals we niet kennen. België krijgt een federale staat. En België wordt opgesplitst in een Vlaams gewest. Een Waals gewest. En een Brussel hoofdstedelijk gewest. Die vooral de economische problematieken of dingen gaan beleven. Dan heb je een Vlaamse gemeenschap. Een Waalse gemeenschap. En een Duitsstalige gemeenschap. Zeg het zelf, het gaat over taal. België is ook opgesplitst in verschillende provincies. Er zijn 10 provincies. West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg, Luik, Luxemburg, Namen, Waals-Brabant en Henegouwen. Zo, dit was de uitleg over de Belgische staatsstructuur. Bedankt. België.